hebben Capgemini benaderd. En toen hebben wij op dat moment ook een samenwerking gezocht om een programma te ontwikkelen waarin de activiteiten, de deelnemers en de vrijwilligers die assisteerden hun agenda konden afstemmen op elkaar. We hoefden daar niet lang over na te denken, want we hadden al ervaring met dit soort projecten. Wij doen dat met Young Professionals in een aparte ruimte binnen Capgemini in Utrecht. En we doen dat gratis voor de klant. En voor de Young Professionals is het een hele mooie uitdaging om nieuwe tools en nieuwe manieren van werken te leren. Het ontwikkelen van de applicatie was in het begin voor mij heel lastig. Dan helpt het heel erg dat je met anderen samenwerkt die je daarmee op weg kunnen helpen. Ja, en dan vervolgens het ontwikkelen samen met het AZC was super leuk om te doen. Ja, het eindproduct van de applicatie is een hele mooie intuïtieve gebruikersinterface waarbij je met weinig training al heel snel aan de slag kan om je eigen evenementen en afspraken in te plannen. Uiteindelijk hebben we een agenda opgeleverd. Het belangrijkste daarmee was dat die heel erg duidelijk was. We hebben heel veel met icoontjes gewerkt, voor iedereen natuurlijk begrijpbaar. Dan bovendien er nog eens onderschriften bij gezet dat het niet alleen voor de asielzoekers begrijpbaar is, in het Arabisch, in het Engels, maar ook voor de vrijwilligers die ermee moeten werken. Het zijn over het algemeen 50-plussers. Voor hen is het erg belangrijk dat we niet te veel aannemen dat ze het wel zullen snappen. Wij denken dat het een redelijk generieke applicatie is, dat die inzetbaar is bij andere AZC's. Maar we denken ook dat het bij andere type organisaties, zoals buurthuizen, waar veel activiteiten georganiseerd worden en ook veel vrijwilligers nodig zijn, heel goed inzetbaar is.